Na de persconferentie van afgelopen dinsdag moest Dierenpark de Oliemeulen, net zoals alle andere Nederlandse dierenparken, voor tenminste 2 weken dicht. De sluiting hadden ze niet aanzien komen, maar om op de korte termijn faillissement te voorkomen, hebben fans van het park spontaan gedoneerd. We zagen het inderdaad echt niet aankomen. Het is natuurlijk hartverwarmend om te zien dat de mensen meteen eigenlijk alweer gaan doneren als ze zien dat we moeten sluiten. Dus dat betekent ook echt dat we heel veel mensen hebben hier die ons echt steunen en echt om ons geven. Dus dat is heel fijn. En we hebben ook meteen alweer mensen gehad die zeiden van we willen ook wel weer wat voedsel komen doneren. Dus ook dat zit er alweer aan te komen. Dus dat is echt heel erg fijn. We hebben natuurlijk ook een hele hoop personeel, wat dus nu ook noodgedwongen thuis komt te zitten. Het is wel fijn als je je vaste krachten wel kunt blijven betalen, zeg maar. Ja. Wat doen we met de donaties? Ja, dat gaat voornamelijk toch echt wel naar de dieren, het voedsel daarvan, de materialen voor de hokken, dat soort dingen. Ja. Ja, we hebben inderdaad heel ons park aangepast toen de tijd om het allemaal één richting te maken. Allemaal veilig te maken voor bezoekers. Boven de demonstratieruimte hebben we aangepast, zodat we nog steeds wel uitleg konden geven ook aan de mensen. Eigenlijk hebben we ook nog controle gehad en het ging eigenlijk allemaal heel erg goed. Dus ja, we vinden het echt heel zuur dat we nu weer dicht moeten. Ja. Overheidshulp laat nog op zich wachten. Pas vanaf februari 2021 kan de Oliemeulen weer geld verwachten. Voor een klein wijkdierentuintje als de Oliemeulen kan dit te lang zijn. Dat is toch weer een beetje hoop dat als de mensen blijven doneren, dat we ook deze sluiting weer door gaan komen. En dat we dus daarna ook weer door kunnen pakken en weer gewoon open kunnen. Want het is natuurlijk, we hebben helemaal geen buffer op kunnen bouwen dit jaar. Die sluiting komt weer heel erg hard aan voor ons. En we hopen dat het echt bij 2 weken blijft en dat het niet tot december is. Want dan wordt het echt weer heel erg zwaar voor ons. Als dit doorgaat tot volgend jaar maart, dus stel je voor dat we echt niet meer open mogen tot en met december, ja, dan weet ik niet of we het gaan redden. Op dit moment zitten veel verzorgers thuis. Ze werken met 2 vaste werknemers op locatie. Bij sluiting moeten dieren verplaatst worden, iets waar ze hier echt niet aan willen denken. Wat betekent de sluiting van dit park voor de verzorgers? Daar wil ik eigenlijk nog niet over nadenken. Ja, als het voor mij hier inderdaad sluit, dan betekent het eigenlijk gewoon heel mijn hobby, heel mijn passie gaat dan eigenlijk verloren. En het is dan nog maar de vraag of ik ooit nog op zo'n mooie plek terecht kan komen en met zulke leuke dieren ooit nog kan werken. Want ja, het is natuurlijk... Nee, die mag niet. Het is natuurlijk voor elk dierenpark is het nu zwaar, de grote en de kleine. En het is voor iedereen echt een moeilijke tijd. Ja. Doordat we al zo lang dicht geweest zijn, heb je eigenlijk al geen buffer meer. Wat het voor de dieren betekent, ze zijn natuurlijk ook bezoekers gewend. Dus hun hebben ook behoorlijk saaie dagen nu. Als de Oliemeulen moet sluiten, gaan niet alleen de banen van de verzorgers verloren, maar ook de band tussen de verzorgers en dieren. Alles eerst lopen en dan doe je lief.